Opgave 62. Beredeneer bij de volgende formules wat het verzadigingsniveau is. In de formule begin zo dicht mogelijk bij de t. Bij vraag A. Je begint bij 0,85t. Als je t groot laat worden, dan wordt 0,85 tot de macht t wordt bijna 0. Probeer het maar eens op je rekenmachine. Neem voor t een heel groot getal en dan zie je dat er een e met een minnetje komt te staan. Dat geeft aan dat het een heel klein getal wordt. 13 keer 0,85 tot de macht t is dus ongeveer 13 keer 0. Dat komt uit 0. Nou, daar gaan we 20 bij optellen. 20 plus 13 keer 0,85 tot de macht t. Dit achterste stukje is ongeveer 0. Dus je krijgt 20 plus ongeveer 0 is ongeveer 20. Nou, nu ga ik nog delen. 500 delen door dat hele stuk. 20 plus 13 keer 0,85 tot de macht t. Dat onderste stukje van de breuk, dat is ongeveer 20. Dus dit wordt 500 gedeeld door 20. En dat wordt ongeveer 25. Dus het verzadigingsniveau van deze opgave is 25. Dan gaan we naar vraag B. Oké, we gaan t gaan we heel groot maken. Dan wordt 0,98 tot de macht t wordt ongeveer 0. Dat minnetje wat ervoor staat, min 0,98 t, maakt het min 0. Nou, dat hebben we niks aan. Ik bedoel, min 0 of 0, dat is hetzelfde, dat is gewoon 0. 2 min 0,98 tot de macht t is 2 min ongeveer 0, is dus ongeveer 2. Nou, dan staat er in de som 320 keer dat stukje tussen haakjes. Dat stukje tussen haakjes is ongeveer 2. Dus er staat 320 keer ongeveer 2 en is ongeveer 640. Dus het verzadigingsniveau bij vraag B is 640. Dan gaan we naar vraag C en D. Bij vraag C. Als t heel groot wordt, dan wordt 0,8 tot de macht t wordt ongeveer 0. Dan is 50 keer 0,8 tot de macht t is ook ongeveer 0, want 50 keer 0 is ongeveer 0. En dan is 160 min 50 keer 0,8 tot de macht t. Ja, dat achterstukje is ongeveer 0. 160 min ongeveer 0 is ongeveer 160. Dus het verzadigingsniveau is dan 160. Vraag D. Als de t heel groot wordt en ik tel er eentje bij op, t plus 1, dat wordt dan ook heel groot. Ja, dan ga ik 20 delen door een heel groot getal. Ook echt heel groot, hè? Bijvoorbeeld een miljoen. Ja, 20 gedeeld door ongeveer een miljoen, dat zit heel dicht bij de 0. Dus dat is ongeveer 0. Nou, de n is 40 min 20 gedeeld door t plus 1. Dit achterste stukje is weer ongeveer 0. Nou, dan komt er uit deze som ongeveer 40 en het verzadigingsniveau is dan 40.